Hallie Maaienbrood heeft recentelijk een intrigerende onthulling gedaan over haar relatie met Soy Kroon. Ondanks dat ze vanaf september samen te bewonderen zijn in een musical, geven ze aan dat ze normaal gesproken niet veel samen ondernemen. Soy en ik zijn eigenlijk zelden samen te vinden. Soms is dit een bewuste keuze, om te voorkomen dat we een soort pretpakket worden, vertelde Hallie aan Weekblad Weekend. Desondanks zullen ze vanaf september gezamenlijk op het podium schitteren in 4045 de musical. Dat vind ik best spannend, maar tegelijkertijd ook ontzettend leuk, voegde ze eraan toe. Het is niet de eerste keer dat ze samen zijn gevraagd voor een musical, maar voorheen hebben ze dit aanbod afgeslagen. Maar dit stuk is gewoon van ongekende kwaliteit, verklaarde Soy. Het is echt een acteursvoorstelling met geweldige namen als Kees Boot, Babette van Veen en Sjoerd Plezier. Het is voor mij heel logisch dat Hallie daarbij hoort. Ik heb haar verteld, jij gaat die rol fantastisch neerzetten. Zullen ze proberen om thuis niet te veel over werk te praten? Nou, daar hebben we nog niet echt over nagedacht. We zullen gewoon zien hoe het loopt, antwoordde Hallie. We zijn beide vrij makkelijke mensen, dus ik denk dat het wel los zal lopen. Het belangrijkste is dat we het gewoon gezellig blijven vinden. Hoewel Holly en Soy al meer dan zeven jaar samen zijn, kende hun relatie in het begin de nodige uitdagingen. Soy worstelde bijvoorbeeld met jaloerse gevoelens, omdat hij niet bekend was met Holly's Amsterdamse leven. Gelukkig hebben ze deze gevoelens bespreekbaar gemaakt en afspraken gemaakt over hun grenzen. Hallie heeft eerder aangegeven dat ze van mening is dat stellen tegenwoordig te snel de handdoek in de ring gooien. Ik denk dat het echt afhangt van de situatie, zei ze eerder in een interview met NC. Als Soy bijvoorbeeld een keer de fout ingaat, zou ik niet meteen denken, ik hoef je nooit meer te zien. Ik geloof dat communicatie essentieel is in een relatie. Met hun openhartige benadering van relaties en hun gedeelde passie voor theater, lijkt het erop dat Hallie en Soy een solide basis hebben om samen te schitteren, zowel op het podium als in het dagelijks leven. Hun verhaal toont aan dat zelfs de meest uitdagende beginfases van een relatie kunnen leiden tot een sterke en hechte band, mits er openheid en begrip is tussen beide partners.